eerste keer wint de Nederlander de ronde van Italië. And Democrats are going to be saying what went wrong. De vakbonden vieren het als een grote overwinning. This is an historic moment. The United States of America has elected its first black president. De Soul Soundtrack van de week. Martin Koolhoven die weet heel veel van films maken. Dat doet hij ook heel erg goed. Maar hij weet ook veel van muziek. En daarom kiest hij elke week in Soul Night met Wansie een nummer dat past bij een gebeurtenis van de afgelopen week. Hey Martin. Hallo. Hi. Ik had van de week een interessant gesprek met mijn vriend. Ik zei dat, dat ik een slang echt een van de mooiste, meest interessante wezens ter wereld vind, qua dieren. En toen zei hij, dat is niet goed. Maar ja, nee, dat vind ik ook niet best hoor. Moet je, ik vind dat mensen die slangen normaal leuk vinden, dan zit het gewoon licht. Hashtag steekje mis. Heb je ooit jezelf wel eens getest of een dingetje, diagnosetje of zo? Nooit. Nee, maar ik vind ze echt oprecht fascinerend. Maar goed, dat is een heel ander gesprek. Maar ik zou het wel weten als ik die rattenslang was tegengekomen tijdens het uitgaan. Wat bedoel je, wat zou jij gedaan hebben dan? Ik denk dat ik hem ook wel zou hebben opgepakt als ik wist dat hij niet giftig was dan, hè? Nou ja, even iets van context. In de Pacific Park in Amsterdam hebben ze een slang gevonden op de dansvloer. Daar ging hij opstaan. En niemand weet hoe dat beest daar gekomen is. En nu was mijn theorie is dus, er was dus iemand die verstand had van slangen. En die heeft hem om zijn nek gedaan, want die had door dat hij dus onderkoeld was. Ja, ik dacht dus, dat weet helemaal niemand. Dus ik denk, wie dat ook is, dat is gewoon, ik zou die als eerste, ik zou hem ontzettend verdenken. Ja, jij dat zou ook niet gewoon denken van, oh, die doe ik om mijn nek. Dat zou jij ook, dat vind je ook normaal. Als ik had geweten dat dat nodig was, dan had ik dat wel gedaan. Ja, maar dat bedoel je, dat weet toch niemand? Dat nee. Ken jij één slangenspecialist of expert of iets, of iemand? Nee, toch? Freek, denk ik, Freek Vonk. Maar ja, gewoon normale mensen. Persoonlijk. Nee, zeker niet. Nee. Nou ja, het thema is dus van vandaag is dus dansvloer. Ja. En zo komen we dus bij Zep. Die hebben een hit gehad, dat heet Dancefloor. Althans, dat was in Amerika een hit. In Nederland was dat helemaal geen hit. Sterker nog, Zep heeft hier nog nooit een hit gehad. En Zep heeft niet eens een Wikipedia-entry in Nederland. Sterker nog, de bandleider Roger Troutman heeft hem niet eens. Dus waar moet ik beginnen? Nou, Zep was dus de band van Roger, Lester, Larry en Tony Troutman. Dat zijn vier broers. En eind jaren 70 was het P-Funk-imperium van George Clinton op zijn commerciële hoogtepunt. En hij begon onder de vlag van CBS Records zijn eigen label Uncle Jam Records. Clinton zette vol in op de band van Roger Troutman en diens broers. En Bootsy Collins produceerde de eerste plaat die ook gewoon Zep zou gaan heten. Nou, er werd heel veel tijd en geld gestoken in wat iedereen dacht dat het nieuwe funkgeluid zou worden. Computerpop of wel electrofunk, zware drumcomputer. Maar in dit geval, wat nog specifieker was de zogenaamde vocoder talkbox. Ja. Precies. Nou, Roger Troutman, die was voor de talkbox. Wat Jimi Hendrix is voor gitaar, is Roger Troutman voor de vocoder talkbox. Nou, hoe dan ook. Toen de plaat af was, kwam Warner Brothers met een enorme zak geld. En zo verleidde ze Roger Troutman om hem dus niet uit te brengen bij Clinton's Uncle Jam's Records, maar bij Warner. De plaat van Zep deed geweldig, had ook een hit met More Bounce to the Ounce. Maar het betekende natuurlijk wel een deuk in de relatie tussen Troutman en Clinton. Die een cruciale inbreng had gehad bij het nummer More Bounce to the Ounce. Dat heeft Bootsy later nog helemaal uitgelegd. Troutman werkte tegelijkertijd aan zijn solo-carrière. Hij had dus ook een plaat, The Many Faces of Roger, die dus ook bij Clinton uit zou komen, maar die is nu ook bij Warner. Nou, dat betekent dus een groot verlies voor Uncle Jam, dat het dus uiteindelijk ook niet redde, wat het einde betekende van de Parliament Funkadelic tijdperk. Als Roger had Roger Troutman ook solo-hits, zoals So Rough, So Tough. En ik heb nooit begrepen wat nou het verschil was tussen Roger solo, waar zijn broers ook op meewerkten, en de platen van Zep. In Nederland had Roger een hitje met I Wanna Be Your Man. Mijn favoriet. Wat gek genoeg hem dus officieel een one-hit wonder maakt. Wat ik wel best wel een bizar idee vind. In Nederland althans. Nou, in de begin jaren 90 raakte Zep en Roger een beetje in de vergetelheid. Maar hij kwam weer in zicht toen hij werd gevraagd door verschillende West Coast rappers. Wiens funky sound zwaar beïnvloed was door de zijn. Hoogtepunt daarvan was zijn bijdrage in California Love, dat kent iedereen hopelijk, van Dr. Dre en Tupac, dat niet hetzelfde zou zijn zonder zijn bijdrage, talkbox en al. Zijn Shake It Baby komt rechtstreeks uit het nummer wat we straks gaan draaien, Dancefloor, van het tweede album van Zep. Roger stierf veel te vroeg in 1999, op mijn verjaardag ook nog, 25 april. En waarschijnlijk is hij dus neergeschoten door zijn broer Larry, die direct daarna zichzelf door zijn kop knalde. Niemand weet precies wat er gebeurd is, maar speculaties over financiële problemen.
4 jaar later was er nog een Zep-album die een beetje vergeten is. Maar een half jaar geleden komt er ineens Zep nummer 7, Roger and Friends. Een eerbetoon aan Roger. Met medewerking van onder meer Snoop Dogg en jawel, Bootsy Collins. Ja. Ja, geen wereldschokkend nieuwe plaat, maar wel een aantal hele lekkere nummers. Kun je prima opzetten. Maar nu gaan we draaien dus Dance Floor uit 1982 van Zep. Niet de 11 minuten versie, maar de single. Luister naar een in Nederland veel te weinig geroemde band. Met wat extra raar is als je hoort wat een invloed is op bijvoorbeeld iemand als Bas Bron. De man die onder meer de jeugd van tegenwoordig en nu het nummer Kwijt van Donnie heeft gemaakt, geproduceerd. Zep met Roger Troutman op de talkbox. Dance Floor. Dit is de soul soundtrack van deze week.